1 op 5 Vlamingen maakt ooit in zijn leven een depressie door. En veel van de mensen met een depressie nemen daarvoor medicatie. Antidepressiva. Klinkt logisch. En dat werkt goed bij een derde van de mensen. Bij de rest werken antidepressiva niet of niet goed genoeg. Andreas, mocht meekomen. Dit is Céline Wessa, arts, psychiater in opleiding en onderzoekster. En zij wil ook die mensen kunnen helpen bij wie antidepressiva totaal niks uithalen. Met ja, toch wel een heel speciaal idee. Wij zijn de Universiteit van Vlaanderen en willen van Céline weten waarom je met een depressie best eerst langs de tandarts gaat. Alle antidepressiva die wij voorschrijven voor alle depressies, die werken ongeveer hetzelfde. Terwijl wij dus intussen weten dat de ene depressie de andere niet is, kunnen die niet allemaal over dezelfde kam scheren. Zo hebben depressies verschillende oorzaken, dat weten we al heel lang. Er zijn mensen die geboren worden of doorheen hun leven een heel kwetsbaar brein ontwikkelen. Nu, in dat brein zitten er verschillende gelukstoffen. Ik heb het dan bijvoorbeeld over dopamine, serotonine, adrenaline. Er kan iets mislopen met de concentratie van die gelukstoffen. Die kunnen bijvoorbeeld te laag aanwezig zijn. En ja, dat maakt dat je je niet zo heel gelukkig voelt. Nu, dat betekent nog niet meteen dat je een depressie krijgt. Vaak zijn er ook uitlokkende factoren. Stress op je werk, of dat je ineens geldproblemen hebt, of je verliest iemand in je familie. Dat kan heel zwaar wegen en mensen kunnen dan een depressie ontwikkelen. We kunnen dan antidepressiva voorschrijven en die werken allemaal in op die gelukstoffen in je brein. Dat maakt dat die concentraties weer in balans komen en weer verhogen. En sommige mensen zijn daar dus inderdaad heel goed mee geholpen. Maar bij een derde van de depressieve patiënten halen antidepressiva niks uit. Want het probleem bij een depressie zit niet altijd alleen maar in je hersenen. De oorzaak van een depressie kan eigenlijk in heel je lichaam zitten. Een chronische ontsteking. Dat kan de drijvende kracht zijn achter je depressie. En met chronische ontsteking bedoel ik alles. Reuma, chronische wonden, een banale tandvleesontsteking. Het is ook heel logisch dat we bij deze patiënten niet enkel die gelukstoffen terug in balans moeten brengen, maar ook die drijvende kracht moeten aanpakken, die chronische ontsteking. Dat is nu toch best opvallend, hè? Maar het is echt waar, een tandvleesontsteking of een andere ontsteking kan een depressie veroorzaken. Als ons lichaam aangevallen wordt door een ziekteverwekker, dan schiet ons immuunsysteem in actie. En daarbij komen er heel wat stoffen vrij. Vrij agressieve stoffen, want die moeten natuurlijk kunnen vechten tegen hetgeen dat nu in ons lichaam mag zitten. En die stoffen, die komen ook in onze hersens terecht. Heel lang dachten wij dat onze bloed-hersenbarrière die stoffen tegenhield. Onze bloed-hersenbarrière, dat is echt, zoals de naam het zegt, een barrière tussen uw bloed en uw hersenen. En we dachten, oh, die is wel sterk genoeg, maar die blijkt toch gaatjes te hebben. En daardoor kunnen die stoffen binnentreden in onze hersenen. Anderzijds hebben onderzoekers ontdekt dat zelfs onze hersenen een eigen immuunsysteem hebben. We hebben cellen, we noemen die de microglia, die normaal heel rustig zijn en in rust eigenlijk niks verkeerd doen, maar wel op zoek gaan naar ziekteverwekkers of beschadigde hersencellen. En vanaf dat die iets vindt dat die moet vernietigen, dan worden die agressief. Wanneer er dus een griepvirus binnenkomt en er zijn agressieve stoffen die je hersens bereiken en in je hersens cellen die agressiever worden, ja, met al die agressie tegen je brein, kunt u voorstellen dat je je niet super gelukkig voelt. Voelde jij je eerst somber en zijn dan zo die rugklachten en zo ontstaan? En nee, van de griep zal je geen depressie krijgen, maar als je een ontsteking hebt die maandenlang aansleept, dan kan dat wel een trigger zijn voor een depressie. Mensen bij wie de ontstekingswaarden te lang te hoog zijn, ja, die mensen hebben vaker depressies. Maar ik ga toch eerst even bloed trekken. En dan denk ik enerzijds aan mensen met auto-immuunziekten. Dat zijn eigenlijk ziekten waarbij dan ons immuunsysteem ons eigen lichaam gaat aanvallen. Jullie hebben misschien al eens gehoord van multiple sclerose, MS, waarbij ons immuunsysteem onze eigen zenuwcellen aanvalt. Of reumatoïde artritis, reuma, waarbij ons immuunsysteem onze gewrichten aanvalt. Maar dus ook een tenniselleboog of een tandvleesontsteking of een ontstoken wonde kunnen een depressie veroorzaken. En die depressies bij ontstekingen die komen ook echt vaak voor. Van alle Vlamingen is er 5 à 10% depressief. Maar als je gaat kijken naar de groep van mensen met MS, een ziekte die gepaard gaat met ontstekingen, dan is daar maar liefst 30% depressief. En bij mensen met reuma zelfs 40%. En het lastige is
dat we dus heel veel van deze mensen veel minder goed kunnen helpen met onze standaard antidepressiva. Bij hen zijn hun ontstekingswaarden te lang te hoog en daar moeten zij vanaf. En dan klinkt de oplossing evident: ontstekingsremmers nemen en de depressie verdwijnt. Of is het toch niet zo simpel? We zien dat als we bovenop de antidepressiva ook ontstekingsremmers geven, dat we die chronische ontsteking wegnemen en dus mogelijk ook de drijvende kracht achter die depressie. Het onderzoek staat nog niet ver genoeg om dit standaard al te doen. Dat is waar mijn onderzoek over gaat. We gaan op een hele grote groep patiënten ontstekingsremmers testen en we gebruiken 2 veelbelovende medicaties die we uit kleinere studies al kennen en daarvoor zijn gekomen als potentiële verbeteraars van depressiebehandeling. Mijn hoop is dat wanneer patiënten naar de huisarts gaan met depressieve klachten, dat die huisarts niet gewoon standaard antidepressiva voorschrijft en alle depressies over dezelfde kam scheert, maar dat die echt gaat kijken of er misschien een andere oorzaak aan de basis ligt en die dan specifieker behandelt, bijvoorbeeld met ontstekingsremmers. Amai, wist jij dit al allemaal? Ik tot voor kort ook niet, maar ik kwam het weten tijdens een van onze vorige video-opnames. Dat was bij psychiater Didier Schrijvers en hij vertelde mij dat. Met hem maakte hij trouwens ook een video over elektroshocktherapie als een behandeling tegen depressie. Zeker de moeite. En ja, als je nooit meer een video of een podcast wil missen, je weet het, zeker abonneren of gewoon onthouden. Elke zondag posten wij een video online op VRT Max en YouTube. En elke donderdag een nieuwe podcast op zowat alle podcast-apps. Ciao!